Margarita woont al sinds jongs af aan in Nederland, maar ze is een Armeense. Ze wordt ook wel de ambassadeur van Armenië genoemd. Voor mij een onbekend land, dus ik ben heel erg benieuwd naar haar verhaal en haar onderneming. Je wordt ook wel de ambassadeur van Armenië genoemd. Waarom? Nou, ik ben er allereerst geboren en de interesse en verbondenheid heb ik altijd wel gehouden. Ik vind het heel leuk om erover te vertellen en het is echt een passie van mij. Wat wij belangrijk vinden is dat reizigers het cultuur, het land echt leren kennen. Dus we gaan helemaal op in de cultuur en we leren de bevolking echt kennen. Dat betekent ook dat we bij mensen thuis gaan eten, dat we samen activiteiten organiseren. En zo ontstaan er vriendschappen van Nederlanders en Armeniërs die wel duizenden kilometers van elkaar afwonen.